Op schaal van 1 tot 10, hoe dom vind je mijn experiment? Een 9,5. Hi, wat tof dat je weer kijkt. In deze video ga ik onvoorbereid de Amsterdam Marathon lopen. Say what? Nou ja, ik ga een poging doen. Ik hou echt heel erg van hardlopen. Ik heb het heel erg lang gedaan. Maar de laatste jaren niet echt meer. Omdat ik een beetje een rug/bilblessure heb. Ik heb nu een paar keer ook gekeken bij de Amsterdam Marathon. En bij de New York Marathon. En ik weet niet wat het is. Maar ik word altijd zo emotioneel. Alsof ik me een soort van mega trots voel of zo. Op al die mensen die dan zo'n prestatie neerzetten. Hebben jullie dat ook? Nee? Alleen ik? Oké. Anyway, Sky Radio daagde mij dus uit, mede omdat zij ook in hun app 3 channels hebben, speciaal voor hardlopers, om lekker naar te luisteren als je gaat trainen of als je een wedstrijd gaat doen. Dus dat moet me wel door de marathon heen slepen. 1 voorwaarde, ik moet de finish halen. En dan nog de laatste grap, ik heb 1 week om me hierop voor te bereiden. Even denken, wat is dan het belangrijkste? Ja, wat trek ik aan? Oké, dat was gekkigheid natuurlijk. Ik denk dat ik het nog nooit heb verteld, maar het is je misschien wel eens opgevallen dat ik nog nooit een hoge hals heb gedragen op video. En dat komt omdat ik dat ook helemaal niet draag. Ik weet niet wat het is, maar ik heb gewoon echt een soort van claustrofobisch gevoel als ik zeg maar een hoge hals draag. Dus ja, probleempje, want ik heb een marathon shirt gekregen, maar die heeft een hoge hals, dus... We gaan knie doen. Het is dus ook zo dat ik gewoon 90% van de kleding in de winkels gewoon niet aan kan. Ja jongens. First world problems right here. Oké, ik weet niet of dit te zien valt. Het is een beetje scheef. Oké, beter. Oké, dit gaat lukken denk ik. Tada! Ik ben in de Vondelgym en naast mij zit... Klaas Bamsma. Yes. Klaas, je bent de eerste natuurlijk aan wie ik dacht toen ik me met marathonlopen bezig ging houden. Want hoeveel marathons heb je inmiddels gelopen? Ik heb nu 9 marathons gelopen. En als het goed is loop ik zondag om 10. Ja, want jij bent natuurlijk trainer, hardlooptrainer. Ja. En jij hebt ook nog een heel mooi boek geschreven. Ja, Ren voor je leven heet het. Dat gaat over mijn verslaving en aan alcohol en drugs. En ook hoe ik daar vanaf ben gekomen en wat voor rol hardlopen daarin heeft gespeeld. Ja, een hele grote rol. Nou, nog. Kun je wel stellen. Ja, boeken kan ik je 100% aanraden. Hier is een cover, zodat je hem kan herkennen in de winkel. Goed, maar ik ga dus nu ook over een week die marathon lopen. Ja. Wat doe jij in de laatste week? Zo min mogelijk. Oké, ja, je rent helemaal niet. Ik ren nog wel wat. Je kan in de laatste week kun je nog heel weinig winnen en heel veel verneuken. Oké. Dus je kan in de laatste week denken van ik moet nog heel hard trainen, ik moet nog heel hard trainen, maar dat heeft geen zin meer, zeg maar. Okay. Dus wat je goed moet doen is heel goed rusten, zorg dat je genoeg slaap krijgt. Mm-hmm. Belangrijk dat je veel goed gehydrateerd blijft, dus veel water drinken. Ja. En in de laatste paar dagen goed eten. Oké, nou, ik heb nu 1 week om me voor te bereiden. Ja. Wat raad je me aan? Nou ja, mijn eerste reactie is, doe het niet. Oké. Het is echt in de geschiedenis van slechte ideeën. Is hij up there met op vakantie naar Noord-Korea gaan. Maar als je het dan toch doet, nou ja, zorg inderdaad vooral dat je goed uitgerust bent. Okay. Qua trainingsarbeid ja, ga je gewoon niet veel meer voor elkaar krijgen. Je moet op eigen kracht je moet het doen, ja, wat precies. Ik nu heb. Ja, hier moet je mee doen. Yeah. This is it. Ja. Oh jee. Dus wel doe een marathon, maar niet een
bedenk het een week van tevoren. Nee, normaal gesproken neem er vooral lekker je tijd voor. Ja. Ja. Nog één laatste super tip. Ja, zeker omdat het aanstaande zondag ook wat warmer wordt dan het de afgelopen tijd is geweest. Ja, zorg dat je blijft drinken. Niet te veel, maar gewoon 1 of 2 bekertjes bij zo'n 5 kilometer punt. Okay. Dat zou ik zeker doen. Nou, ik zie je zondag. Ja, leuk. Ik ben benieuwd of elkaar ook bij de finish al weer tegenkomen. We zullen het zien. In ieder geval heel veel succes. Ja. En ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Dankjewel. Alsjeblieft. Het is de day before. En we zijn met Max' ouders en we gaan nu even wat eten. Dus ik moet natuurlijk carbloaden als een malle. Beetje zenuwachtig. Ja, ja. Begint te komen. Carbloaden. Heb ik van Anne Merel geleerd dit, dat ik pannenkoeken moet eten voor de marathon. Kijk, dat is het enige wat je dus goed doet aan je voorbereiding voor deze marathon. Ja. Het is inmiddels slaaptijd voor kinderen. A.k.a. een uur of 9 denk ik. Maar de wekker gaat dan ook morgen om een uur of 6:30 denk ik, Max. Ja. Moet je meegesleept in een van jouw dolle avonturen. Ja. Je had slachtoffer hier. Ja, sorry jongen. Nou, dus ik zeg wel te rusten. Oké, jongens, het is 6:30. Ik heb mijn hardloopkleren al aan. En ik denk dat mijn lichaam dat merkt en in opstand komt. Want ik heb echt een zere keel, een zere buik, een zere hoofd. Super goed begin. Ik weet van Anne Merel dat die dus altijd echt al een paar uur van tevoren wakker wordt en dan pannenkoeken gaat eten. Die heeft echt een soort van perfect schema van x aantal uur voor de start dit, x aantal uur voor de start dat. Ja, dat hebben wij niet echt, hè? Niet echt dan. Niet echt. Niet helemaal tot in de puntjes uitgezocht. Ja. Nee, nee. We zijn wakker geworden, dat was onze planning. Maar even, wat is dit voor... Dad op vakantie, fanny pack situatie. Oké, ja, zo goed voorbereid ben ik dus. Mijn zakje achter is dus niet groot genoeg voor mijn iPhone. Dus ik heb nu mijn onderwaterzak, zeg maar, waarmee je kan gaan zwemmen. Heb ik nu maar gebruikt om mijn iPhone in te bewaren. Dus je gaat met dat ding om je nek gaan de marathon lopen? Ja, zwaar. Maar ik denk dat ik hem ook nog zo moet doen, omdat hij daar niet in. Ja, precies, anders krijg je iPhone in je bek. Kom je met een blauw oog thuis. Nou, dat is. Nou, supergoed. Over goede voorbereiding gesproken. Ja, helder. We hebben de nummers. De duivel. Seks. De duivel op hardloopschoenen. Vanuit mijn positie bij Tata Consultancy Services zou ik een Labrador willen adviseren. Opel Astra is een prachtige wagen en voor het Almere heel erg leuk is. Ik moet wel zeggen, het is echt een goede sfeer. Een soort van spanning / tijgerbalsem / excitement / lange rijen met Dixies. Slapen met de doezoe en wakker marathon. Wat hier gebeurt. Mijn startnummer is meteen het aantal minuten dat ik verwacht erover te gaan doen. Zo, hoe gaat jouw warming up? Oh. Je hebt geen vuilniszak aan en je staat stil. Je doet alles mis. Hoe lang heb je voorbereid om de marathon te lopen? 6 weken. 10 weken. About 3-4 months. 6 months. 6 months. Like 8 weeks. Waarom voor 12? Wil je weten hoeveel ik heb voorbereid? Die wil ik heel graag weten. 0 weken. 0 weken, kijk. Ja. Really why? Je wilt het baas boven baas. Ja. Oh. Veel succes dan. Zo, zet hem op. Dankjewel, jij ook. Succes. Ik denk dat het beter voor iedereen is als wij als laatst starten. Denk je niet? We kunnen beter gewoon maar beginnen waar we van plan zijn gereden.
ik naar. Sky Radio. Max, ik heb zo'n last van mijn billen. Mijn blessure speelt erop. We zijn pas 4 kilometer ver. Ja, I know, maar het doet zo pijn. Huh? Ah, dit ja. Ja, iemand kriet op me. Dan lagen we bijna. Oké. Ik ben nu al kapot. Dit vraagt om grof geschut. Dus ik ga over naar de expert running hits. Oké. Let's go. Let's go. Oké. Taxi? Marietje, 500 meter. Zo, wat gaat er door je heen? Ja. Nou, je hebt dus echt een prestatie van niks neergezet. Je hebt eigenlijk helemaal niet gedaan wat je beloofd had. En wat gaat er door je heen? Nou, dat ik echt een dikke loser ben. En respect echt voor alle mensen die een marathon lopen. Nee, alle mensen die wel een marathon lopen. Dat? Nou, dus het is zo leuk om mee te maken, ook al was ik niet echt een onderdeel ervan. Echt een bucketlist item hoor. Oké, dit sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Een marathon loop je gewoon niet even zomaar zonder daar heel veel voorbereiding in te stoppen. En doe je het zonder voorbereiding, dan is dat gewoon niet echt goed voor je lichaam. Ik heb zoveel respect voor mensen die wel een marathon lopen. Je moet niet onderschatten hoeveel werk het is en hoe lang het is. Maar ook niet hoe geweldig het is. Eigenlijk wil ik dit experiment nog een keer overdoen, maar dan wel helemaal goed, helemaal uitlopen en met een goede voorbereiding. Maar dan moet ik eerst wel mijn rug nog een beetje fixen. Dus dat komt waarschijnlijk ooit. Laat even een reactie achter met wat je van deze video vond en of jij ook misschien ooit een marathon zou willen lopen. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei doeg!